Dit programma wordt u aangeboden door Wagenborg. Voor uw overtocht naar Ameland en Schiermonnikoog. Straat helemaal, die loopt vandaag met Bert-Jan Hakvoort. Hey Bert-Jan, Hak. Ja, Hakvoort. Hakvoort. Ja. Bert-Jan, hè? Ja, Bert. Twee opa's. Ja, ja? Klopt. Bert. Nou, ene opa heet Bert en de andere heet... Hey, Lubbert was dat. Ja, oh, Lubbert, Bert en Jan dan. Gewoon Jan. Dat was een Jan. Ja, leuk is dat, hè? Hey, ja. Benoemd twee opa's. Ja. Bert-Jan Hakvoort, ja. Voorzitter van de Groningen City Club. Groningen, ja. Ik ken nog twee illustere voorgangers van jou. Johan Brakema ooit, heel lang geleden. Ja. Ja, de man van McDonald's. En natuurlijk Theo Venema. Die ben je ook gevolgd, ja, ben ik ook gevolgd. Was dat lastig, Bert-Jan? Nou, Theo... in het begin. Ja, dat is wel lastig, want Theo is wel een icoon natuurlijk. Ja. En die heeft mooi wel gespeeld, maar die heeft de club natuurlijk ook wel groot gemaakt. Ja, natuurlijk. Want daarvoor waren er nog heel veel verschillende kleine clubs. En hij heeft dat allemaal tot één Groningen City Club samen weten te brengen. Dus ja, eer we eer na toekomst. Ja, vind ik mooi, dat vind heeft mooi. Hij verrekte goed gedaan. Hey, ik verwerk een Groningen City Club, hè. Ga ik even draaien. Hè. Want ik heb natuurlijk ter ere van de Groningen City Club, waar wij allemaal heel erg blij mee moeten zijn. En ook ter ere natuurlijk van Bert-Jan. Heb ik dit natuurlijk aan. He? Rechtstreeks uit de Valkingenstraat. Ik laat hem even van de achterkant zien. Kijk. Het is weer... Jij weet wat het is, Bert-Jan. De Groningen vlag, hè? De Groningen vlag, hè? Precies. Wat dat betreft kan het niet stuk of dood. Hey, ik had jou niet op een beter tijdstip uit kunnen nodigen dan nu. Ja. Want niet alleen gaan straks, ik denk over een minuut of 20 gaat de verlichting aan. Ja, hè? De eerste dag. De eerste dag. Ja. En natuurlijk aanstaande zaterdag. Het feest. Het grote feest van Groningen. Ik voor de eerste keer in de history de intocht van de... Landelijke intocht van Sinterklaas. Goh, met zijn pieten. Ja. Oh ja? Ja. Ja, hè? Echt. Dus het wordt gewoon een ouderwetse intocht. Ouderwets, zoals het hoort en zoals het is geweest. En zoals iedereen dat in zijn herinnering van vroeger ook gewoon al weet. Precies. En zo willen we het gewoon hier graag houden. En verder geen gezeuren. En moeilijk gedoe erover met blauw of... Nee, hè? Nee. Maar Henk, het is natuurlijk fantastisch. En ere wie ere toekomt, wij hebben dat te danken eigenlijk aan Peter Reewinkel. Peter Reewinkel. Peter Reewinkel is gewoon de man die historie schrijft, want het is voor de eerste keer in het bestaan dat Sinterklaas... Eindelijk in onze stad komt. Ja, in onze stad. En dat hebben we wel te danken aan Peter Reewinkel. Ja, ja, we kijken natuurlijk wel elk jaar Sinterklaas, maar hier kan dus iedereen getuige van zijn. Ja, precies. Oh, wat een happening, Henk. Dat wordt een hele grote happening. En dat is voor de voorzitter van de Groningen City Club is het natuurlijk geweldig. Want ik denk, Bert-Jan, dat er heel veel mensen naar de binnenstad komen. Ja. Goh. Heel veel kindertjes, heel veel ouders, heel veel opa's en oma's. Ja. En natuurlijk gaan ze allemaal kijken. We hebben een heleboel pieten geregeld. Die gaan natuurlijk pepernoten strooien. Ja, nee, maar het wordt gewoon een happening. Feest. Het wordt een feest. Ja. En heel Nederland, Henk, niet alleen heel Nederland, all over the world kun je het zien. Iedereen kan zien dat dit gewoon ook de enige echte big city is. Wat voor stad het is. Dus voor de uitstraling van de stad. Is dit super. Is het super, man. Goh. En daarna kunnen de kinderen nog allemaal kijken in het Huis van Sinterklaas. Hè? Huis van Sinterklaas. Er komen ook heel veel mensen, hè? Heel veel. Waar zit jij in de kerk? In de toren van de Deer A-kerk. In de toren van de Deer A-kerk. Ja. Hoeveel mensen verwacht je daar van hier? Nou, we denken wel een paar duizend. Ja. Zou geweldig zijn. Dus we hebben daar kleurplaten en puzzelboekjes met de stadswandeling hebben geregeld. En dat is natuurlijk een feest voor die kinderen. Je moet er eigenlijk even vol bij gaan staan. Hè. Dit wordt natuurlijk... Maar het is natuurlijk wel zo, met alle respect voor jullie. Maar jullie zijn natuurlijk ook weer onderdeel van die organisatie van de landelijke intocht. Maar, hoe je het ook wel of keert, de NTR die het uitzendt, heeft natuurlijk verder weg de dikste vinger in de pap. Hè? Die heeft de regie. Oh,
En we moeten natuurlijk ook Koninklijke Vereniging van Volksvermaken niet vergeten. Want die organiseren al jaar en dag sowieso altijd de intocht van Sinterklaas. En ja, die moeten met zijn hele besturen, moesten die ook zwaar aan de bak om dit gewoon in goede banen te leiden. Ja, Kees Bregma die stuurde mij via Facebook ook nog even een berichtje of ik ook wel even mee wilde. Vond ik wel mooi, of ik ook wel aanwezig kon zijn bij dat huis, hoe noem je dat? Het huis van Sinterklaas. Het huis van Sinterklaas. Ja. Nou, Kees, ik ken Kees, die kan natuurlijk niks weigeren. Hè? Nee. Goh. Dus je bent erbij? Ja, ik ben erbij. Geweldig. Hey, fantastisch. Hey, wij lopen natuurlijk nu door de straat, de Heerenstraat helemaal. Ik heb het al zo vaak gezegd, door de mooiste stad van Nederland, maar afstand. Maar er is wel wat aan de hand, Bert. Ben jij nou als voorzitter van de Groningen City Club tevreden over de binnenstad? Ja, maar nog niet over de handel. Nee. De handel. Ja, want in de detailhandel is het gewoon nog niet goed. Nee, precies. Vooral in de mode. Bij de modehuizen, bij de schoenenzaken. Consumentenvertrouwen is er onvoldoende en er wordt gewoon te weinig besteed. Ja. En om die reden is het voor de detailhandel, het is gewoon bitter zwaar momenteel. Zou het niet? Ik heb dat ook wel gezien. Toevallig heb ik dat ook tegen Carine Bloem afgezet. Die nipt heeft verloren. Waar Hoeland van de Schaaf, Carine. Ons zegen heb je. Fantastisch. Maar ik heb het ook tegen haar gezegd, en tegen Roland ook, zou het niet goed zijn voor de stad als wij eens een keer een VVD-burgemeester zouden krijgen? Nou, dat zou misschien wel heel verfrissend zijn. Maar ik moet overigens wel zeggen, het college wat er nu zit met deze samenstelling, wat heel divers is. Ja. Wij vinden als binnenstadsondernemers dat het wel beter en prettige zaken doen is met een meer MKB-vriendelijke college dan voorgaande colleges. Ja? Wil niet zeggen dat we er zijn, wil niet zeggen dat het allemaal halleluja is, want er zijn een heleboel dingen daar zijn we nog helemaal niet happy mee. Maar we hebben met elkaar wel een paar grote stappen gezet. Dus het college ben je niet ontevreden over? Dat komt minder. Nee, hè? Misschien, het komt minder. Typisch dat Gronings, hè? Ik ben ook Groningen. Maar ik bedoel, als je nou ook weer ziet, er is natuurlijk ook weer Soares geweest. Ik bedoel, die jongens hebben kort geding aangespannen. En terecht natuurlijk, de jongens van de markt. Ja. Hè? Die kunnen dan niet op de vismarkt staan. Dus die op dat moment is het voor de jongens natuurlijk ook weer inkomstenderving en zo. Hebben jullie daar ook iets mee met zo'n Groningen City Club? Jullie daarmee? Ja, we hebben wel overleg gehad met de voorzitter van de ambulante handel. Ja. Maar eigenlijk heeft de ambulante handel gezegd, dat werd ook door de landelijke organisatie van de ambulante handel, die hebben dat ingezet. Ja. En eigenlijk hebben we gezegd, laten we maar gewoon even ons eigen ding doen. En ik snap het wel, er zijn natuurlijk ook hardwerkende ondernemers, net zoals we aan alle kanten ook zien. Hoe belangrijk is de markt van die voor Groningen? Voor de ware markt is hartstikke belangrijk. Ja. Want iedereen gaat daar ook heen, ook in het weekend. En onze Duitse consumenten komen om die reden hierheen, boodschapje doen, visje eten. Dat is hartstikke belangrijk. Ja, dat is mooi. Ja. We zijn heel blij met de warenmarkt. Ja, het is goed dat jij dat zegt. Hey, ook nog een punt van discussie natuurlijk. En zo, Groningen City Club, wie anders. Jullie zijn ook voor elke zondag de winkels open. Hè? Ja. Is dat een haalbare kaart, denk jij? Want er is heel veel weerstand tegen. Hè? Ja. Er is weerstand en uit de peilingen die we allemaal hebben gedaan, het is een beetje half om half, maar het is onomkoombaar. Hey, ik heb net over Kees gehad, Henk, daar staat ze. Ja. Kun je er even op inzoomen? Kees Bregma, jongens. Ja, hoort je bij, die is belangrijk, hè, Kees? Ja, ja. Hè? Zij is een grote animator voor het Huis van Sinterklaas. Ja. Is het toeval? Toeval, Henk. Heb jij een beeld? Dat is de moeite waard, hè? Ik heb toch gezegd? Ja. Normaal. Nederland is klein in de Big City. Dat is het mooie ook van Groningen, Henk. Als je het vergelijkt met Amsterdam. Als je het centrum bent, ben je overal bereikbaar. Ja. Als je afspreekt op Zuid-Diep, ben je staat op de markt, ben je er zo. Ja. Dat is het grote verschil met Amsterdam. Dat is een heel verschil. Oh, man. Waar hebben we het over? Koopzondag. Hoeveel zijn jullie daarmee? Nou, we zijn er bezig een stuk te maken en in te spreken in de raadscommissie. Dat is 20 november. En we hebben nog een paar acties in de pen zitten. Ja. Want uiteindelijk, het is onkombaar. Dus dan kan iedereen wel zeggen, we moeten het niet doen en we moeten er maar mee wachten. Ja, we kunnen ook met de handen over elkaar gaan zitten. Ja. We zien gewoon dat de meeste internet aankopen worden op een zondag gedaan. Ja, ja. En of je het leuk vindt of niet, maar een winkelier zal daarin mee moeten. Of die het vindt of niet, maar dan is er bestedingsdrang. Ja. Dan willen mensen een paar centen uitgeven. Ja, dan ben je ook ondernemer. En dan moet je ook je eigen afwegingen maken. Hoe belangrijk is dat nou, als je ziet, voor jullie dan, als je ziet hoe druk het is op zondagmiddag in die supermarkt. Ja. Hoeveel mensen hun boodschap doen op zondag, Henk? Ja. Dat is toch ongelooflijk? Het is inmiddels een topdag voor de supermarkt. Ja, een topdag. Ja.
Ik weet wel dat die ene winkel in de Euroborg was toen als enige open. De mensen stonden om 3 uur, stonden ze al voor de parkeergarage. Terwijl ze er om 4 uur in mogen. Ja. Over Big City gesproken. Nou, daarom. Oh. En zo willen we dat hier dus met de winkels ook graag hebben. En dat betekent ook natuurlijk voor de horeca ook weer heel interessant. Want dat zit nog aan elkaar verbonden. We hebben de warenmarkt, we hebben de horeca. Nee, precies, en we hebben de detailhandel. Dat grijpt allemaal in elkaar. We gaan terug naar Sinterklaas. Met alle respect voor iedereen, maar mijn respect is groot. Ik bedoel, het is allemaal zo, het is allemaal een beetje anders gegaan dan het had gehoord. Henk, wij hebben een paar keer door de Herenstraat gaat, Peter Reewinkel, burgemeester die nu verdwenen is. Is Peter ook nog uitgenodigd? Krijgt hij ook nog gaat er nog iets bij die man? Want ik neem aan dat die Vreeman, die nieuwe burgemeester, dat die daar staat met een of andere, ik denk met Van Keulen of zo. Volgens mij is de burgemeester, hij ontvangt hem niet. Maar oh, die ontvangt hem niet? Nee, ik geloof in Joost van Keulen, de wethouder. Oh, Joost zelf? Dan zou Joost bijna wel bel nemen, maar die Joost heeft het toch niet alleen. Toch? Maar goed, Joost is natuurlijk ook coördinerend wethouder voor de binnenstad. Ja. Dus dat is ook wel weer logisch. Wethouder van Sinterklaas. Joost van Keul, geweldig. Geweldige man trouwens, hoor Joost. Heel geweldig. Topkozen. Jij, want dat is natuurlijk het eigenlijk niet alleen Sinterklaas, maar het kardinale punt waarom jij hier ook loopt. Hè, dat is de binnenstad van Groningen. Hè. Ik als echte stadje, ik maak mij wel eens bezorgd, Bert-Jan. Ik vind het gewoon... Soms dan heb ik helemaal niet het gevoel van, dit is de grote stad die het moet zijn. Wij moeten terug, en nou komt het, het is gewaagd wat ik zeg hoor, wij moeten eigenlijk terug naar de auto's terug in de stad. Gewoon de auto's terug in de stad, net als vroeger. De auto's parkeren bij de markt, weet je wel, je gooit er vol groenten, je gooit er vol met bloemen, je rijdt weer weg en de ander kan er weer in. De mensen worden gewoon, en het is ook veel te duur. Het parkeren? Ja, dat is ook veel te duur. Maar goed, dat is ook een van de acties die we nou ook in de been hebben gezet. Ja. Om het eerste uur gratis parkeren op de donderdag koophaalonder. Ja. Ja, dat is dan ook weer zo'n actie die we dan met Joost snel hebben ingezet. Ja. Want die ziet dat wel en die denkt ook, we moeten die consument... Joost vindt dat ook. Joost is wel VVD, hè? Ja. Hij vindt dat ook. Dus we hebben dat als Groningen City Club met EZ en met de gemeente hebben dat geregeld. Want we willen die consument willen we hier hebben en die willen we hier vooral langer houden. Want elk uurtje langer is een kop koffie extra of een sjaaltje extra. Of wat dan ook maar. Ja. Dus daar ben je het wel mee eens. Dat het heel belangrijk is. Dat is heel belangrijk. Dat die mensen, dat die concentratie hier in de stad blijft. Er is maar één noordelijke hoofdstad. Maar Assen is veel klantvriendelijker dan wij. Wij zijn gewoon veel te duur. Nou, ik weet niet of het duur. Parkeren is te duur. En we moeten die meer mensen, klantvriendelijkheid, daar gaat het inderdaad om. En overal de G van Groningen staat, wat vinden wij duidelijk, voor gastvrijheid. Maar daar hebben we nog wel werk te doen. Ik kom voor de ondernemers op, dat weet je, dat moet ik ook doen. Ja. Ik moet natuurlijk wel objectief blijven tot slot. En daar gaan we ook mee afsluiten. Wat voor dag wordt het aanstaande zaterdag, Bert? Het wordt een super topdag, waar de kindertjes van oor tot oor lachen. Maar ook de ouders. En de ouders, en opa's en oma's. Maar wordt het echt zo'n zaterdag als al die mensen hier in de stad zijn en als al die mensen voor de televisie zitten, dat iedereen ziet wat voor stad het eigenlijk is? Nou, dan zien een paar miljoen mensen eigenlijk eens een keer wat nou onze Big City nou echt voorstelt. Ja, want Joost, als jij niet alleen aankomt, dan moet je mij gewoon bellen en dan doen we het gewoon samen, man. Want dan moet gewoon power in zaterdag. Precies. Hij moet laten zien dat de enige echte Big City diegene is waar de Herenstraat helemaal wordt opgenomen. Jij moet kiezen naar Jacques Wallard of Peter Reewinkel. Jacques Wallard. Ja, die kant op. Wat een schitterende dag, jongens. Echt waar. Aanstaande zaterdag. De zin in de Big City. Wat wil je als stadje? Nog meer. Goed, hè?